Yo, gasten, de King 77 en al. Met de uitslagvideo, een on-off contest. En met wat random talk over bepaalde zaken. Zoals je merkt, maak ik gewoon weinig gesproken commentary, zoals dit. De laatste tijd. Het komt omdat ik gewoon eigenlijk nooit 's avonds online game. Al een paar weken niet. Dus heb je ook geen gameplay, ten eerste. En omdat ik gewoon... Ik heb wel veel van die fases. Ik wacht op Ghost. Ik speel liever gewoon lekker singleplayer. Rayman. Ik speel liever Assassin's Creed. Ik speel liever Battlefield 3 voor DDG opnemen. Singleplayer. Ook COD singleplayer heb ik erop gepakt nu. Ik irriteer me mateloos aan de COD scene. Ik irriteer me mateloos aan de YouTubers om me heen. Zal ik heel eerlijk in zijn. Ik irriteer me eigenlijk op dit moment aan alles wat met COD te maken heeft even. Dus het is, heb je soms van die fases. Het zal ook gedeeltelijk aan mij liggen. Maar ook aan de community. Ik word gek van het gezeik. Weer ruzies om wie de beste is. Wie dit heeft. Wie heeft dat beste scores. En blablabla. Bla, bla, helemaal gek van. Ik word er, als ik eerlijk ben, gek van mensen die, hoe kan je het best vertellen, die commentaries uploaden, die dan niet, wel live zijn, maar niet alleen maar echt zoals ik doe, solo, wat natuurlijk een stuk pittiger is, en dat mensen dat gaan vergelijken met elkaar, dat is niet te vergelijken. Hè? Mijn live comments zijn altijd helemaal solo, en dat is hartstikke moeilijk natuurlijk. Al heb je één iemand bij die al goed is met een UAV, Orbitals en wat dan ook speelt, dan is het dan een stuk makkelijker als dat je helemaal solo iets gaat spelen. Helemaal niet eentje, random teamgenoten, random tegenstanders, dat is super moeilijk. En ja, ik word gewoon gek van het Nederlandse amateuristische niveau, wat er is over het algemeen. Niet alleen van de YouTubers, maar ook van de kijkers. Het kijkgedrag en zo. In Amerika kunnen bepaalde zaken echt niet. Het gebeurt hier wel allemaal. UK geldt hetzelfde. We liggen echt lichtjaren achter op Amerika en Engeland. En dat moet ik gewoon even kwijt. Dus daarom ben ik gewoon nu aan het uploaden, zoals ik nu even mijn prettigst voel. Het is veel live commentaries, het is veel let's plays. En dat zal ik ook voorlopig veel gaan doen. GTA komt binnenkort uit. Ga ik ook lekker let's play. Ga ik ook online live. Misschien wel een livestream zelfs doen of zo. Dat is ook leuk, hè. Dan gaan we met zo'n crew ga ik dan spelen. Gewoon wat je er ook in hebt online multiplayer. En dat is dingen wil ik aan doen. Ik wil gewoon lekker doen wat ik leuk vind op dit moment. En er komen ook heel veel creatieve fits aan. Maar ik heb het nou heel erg druk met bijzaken. Zoals met Milan dingen doen. We zijn met een heel groot project bezig nog steeds. Ben ik mee bezig. Ik heb toen gewoon mijn werk en zo. Ik heb niet dat ik de hele dag tijd heb hiervoor. Vandaag wel. Het is woensdag dat ik het inspreek. Dan heb ik wel tijd. Maar dat soort dingen moet je allemaal mee laten wegen. In wat voor commentaars ik maak. Ik ben bezig met een Olaf Parody. Heb ik helaas vandaag niet afgekregen. Die als had hij vandaag online gekomen. Ik ga wel weer Engels versus Nederlands doen. Echt dat soort projecten ga ik ook weer oppakken. Verder nou eenmaal veel tijd. Ik wil gewoon 3 video's per dag uploaden. Soms 4. En door de week 3 of 4. Vandaag komen er heel veel omdat ik gisteren door omstandigheden niet veel kon uploaden. Gisteren is dinsdag. Dus vandaag komt er heel veel online. 2 afleveringen van Assassin's Creed onder andere. Great. Dan zei ik zo. Great. Maar dat maakt niet uit. De gameplay die je ziet is gewoon een keertje toen ik ging warm draaien voor Assault Live Assault Mob ding. En ik ging nog bijna halen ook. Nee, dat niet. Maar je ziet, ik speel een beetje rustig. Ik had ook weer van mijn shit tegen. Ik weet niet meer. Maar ja, de gameplay is totaal niet relevant. Ik speel natuurlijk nooit. Dit was gewoon een warm draaipotje die ik opgenomen had met mijn HDPVR. Voor Live Assault Mob. Dus dan heb je toch wat gameplay. Nou, dat is natuurlijk wel een ACR erdoor, maar dat boeit even niet. Want het gaat om de uitslag. De eerste finalist ga ik nu bekendmaken. Nou, de tweede bedoel ik. De eerste is al bekend. De tweede komt eraan. De tweede finalist voor de laatste ronde van de Olaf Contest. Wie is dat geworden? Hallo, ik ben Gijs en vandaag ga ik Call of Duty met jullie spelen. En ik heb een mooi hoodie heb ik gekocht. En ik ga, vandaag ga ik, hoe heet die ook alweer, die spelmodus spelen. Oh, moet eerst de koptelefoon nog opzetten, hè? Eerst moet die hoed even af. Oh, zo moet die op. Eventjes nog een lekker luchtje op. Dat moet ook nog gebeuren. Oh, dan valt die hoed van mijn hoofd af. Maar dat is niet zo erg dat die hoed van mijn hoofd afvalt. Ik ga toch maar een Team Deathmatch proberen om te spelen. En ik doe even zo mijn headset. En anders kan ik dat niet goed horen. Hè? Nee, en ik kom uit een dorp. En vandaag gaan we dus een Call of Duty spelen met jullie. Vandaar dat ik een beetje boers praat, maar dat is helemaal niet zo heel erg een beetje boer gaan praten. Maar dan kan ik helemaal niet schelen dat ik een beetje boer praat. Dan kan ik helemaal niet schelen dat ik een beetje boers praat. Maar het Call of Duty Team Deathmatch gaan we spelen op een random map. En ik weet niet welke map dat is, maar het zou wel een leuke map zijn. Hè? En ik moet dat die mensen mij kunnen horen met zo'n ding. Kunnen die mensen mij een beetje horen met zo'n... Met zo'n ding, hè? Met zo'n ding, die microfoon kunnen mensen met horen. Ja. Ik ga toch even kijken waar die hoed is gebleven. Die moet toch wel opzetten, hè? Ja. Of die hoed moet wel opgezet worden. Anders kan je niet spelen. Nee. Ja, Gijs Marinus, van harte met jouw finale plaatsen. Er komen er 3 in de finale. Ik heb er vaker aangegeven. Er was wat haat bij Jannes, bijvoorbeeld. Dat vind ik overdreven.
Joey dus in dit geval, hè, de vorige winnaar. Daarom doe ik nou niet een hele filmpje. Ik wil niet gewoon de mensen haat krijgen. Ik heb al gezegd, ik vond ze persoonlijk ook niet fantastisch. Het is moeilijk, merk ik. Het is gewoon heel moeilijk om goed te acteren. Het is heel moeilijk om een typetje niet te zetten. En dat maakt ook allemaal niet uit. De derde opdracht ga ik nu bekendmaken. En als laatste zien we dan nog de derde finalist. De laatste opdracht zal zijn, maak een sketch in de stijl van Olaf Live Reviews. En niet in die stijl, maar zoiets. Doe een review. Doe iets geks. Je mag ook gewoon iemand anders laten filmen dat je buiten gek gaat doen. Ga gek doen. Zet een typetje neer die voel over de top gek doet. Met goed acteerwerk. Het hoeft niks met gamen te maken te hebben. Maakt helemaal niet uit. Je moet gewoon iets geks gaan doen. En daar mag je helemaal zelf creatief in zijn. Laat mij dat alsjeblieft zo snel mogelijk zien, jongens. Nu denken jullie, hey, ik ga jullie zien. Hij gaat stoppen. Nee. Olaf Contest. Ben ik in een week af te ronden. En wat ik al zei, ik probeer mijn projecten weer verder te gaan. Ik ga I Wanna Be A Commentator weer eentje uploaden. Engels versus Nederlands. Er komen ook weer wat meer gesproken commentaries. Maar zoals ik al zeg, als je niet veel gamet, is het lastig. Ik wacht echt met smart op Battlefield 4. Ik wacht met smart op COD Ghost. En ik wacht op GTA 5, die gelukkig over een paar dagen al komt. En de rest vind ik het nu gewoon leuk om Assassin's Creed te spelen. Maar ik vind het ook leuk om Black Ops 2, moet ik zeggen. Die Road to Ghost, Road to Darth Vader, vind ik echt heel leuk om te doen. Die gaat ook vaker online komen. Dat kan ik je beloven. Want dan ga ik niet meer letten op de likes. Ik gooi het gewoon online. Ik heb net een aflevering opgenomen. En het is gewoon echt leuk om te doen. Dus ik ga er gewoon lekker mee verder. Ondanks het Black Ops 2 dus is. Maar gewoon, ja, de scores maakt niet uit. Je speelt gewoon. En ik speel lekker Team Deathmatch. Gaat heerlijk. En ik ga lekker door daarmee. Dat komt ook vaak online. En het zal heel veel live zijn. En let's play. Zoals ik al zeg. Voor de winnaars. Gefeliciteerd. Jullie gaan de finale spelen. Je moet er binnen nu en 5 dagen. Uiterlijk zaterdag wil ik de dingen ingeleverd hebben. Snap je de opdracht niet helemaal? Kom gewoon even op Skype en vraag het even aan me hoe dat precies zit. Het is dus gewoon, maak een leuke sketch. Dit gaat dan de leukste, mooiste ronde worden. Denk ik, hoop ik. En de laatste winnaar gaat nou zo in beeld komen. Want dat weet je nog niet. Wie is die geheimzinnige derde finalist? Ik moet zeggen, ik heb de eerste ronde ook mee laten wegen. Omdat ik gewoon de tweede ronde dus bij de meesten zo zwak vond. Dat ik dus echt de eerste ronde ook. En ik kijk gewoon het gele plaatje. Ik heb zelfs gekeken, als ik heel eerlijk ben, naar leeftijd. En wat kan je op een bepaalde leeftijd wel en niet doen. Wat kan je onder de 18 bijvoorbeeld niet doen. En boven de 18 wel doen. Dat soort dingen heb ik allemaal mee te maken. En ja, dat laat je dan meewegen in je gehele afweging. Voor wie er nou eigenlijk uiteindelijk een van de sidekicks van Olaf kan gaan worden. Want dat blijf ik, dat heb ik beloofd. Dat is ook gewoon zo. Ik ga gewoon met degene die ik laat winnen, ga ik gewoon video's maken. Hoe, in wat voor context moeten we kijken hoe het gaat. Ik ga ook met Cinemates zondag opnemen. Daar heb ik heel veel zin in. Zondag ga ik naar Cinemates toe in Amsterdam. En daar gaan we opnemen. Ja, ze waren best wel lyrisch over mij, geloof ik. Dus het is leuk. Dan ga ik daar een sketch met ze opnemen. Voor hun kanaal in het Engels. En dat is leuk. En ik ben, zoals ik zeg, met heel veel projecten bezig. En mijn werk heb ik druk. Mijn vrouw, kinderen, weet ik het allemaal. En daarom doe ik gewoon lekker meer let's plays. Lekker meer live. Lekker dat ik gewoon lekker meer de video's kan uploaden. Ik vermaak me fantastisch met Rayman. Ga het nou alsjeblieft kijken, jongens. Dat is werkelijk waar fenomenaal. Dat zeg ik het zelf. En ja, Assassin's Creed vind ik heerlijk om te doen. En ja, dus daarom is mijn kanaal nu even iets anders dan dat een half jaar geleden was. Dat zeggen mensen in de comments. Ze hebben ook gelijk in. Daar is iets veranderd in mijn comments. In mijn commentaries. En het komt omdat ik gewoon eventjes weer te verzadigd ben met Call of Duty. En het gaat alweer terugkomen. Vooral als de nieuwe COD komt. Daar heb ik heel veel zin in. En Battlefield. En dan gaat het echt weer helemaal top worden. Meer funfits, meer parodies gaan ook allemaal komen. Wat allemaal hartstikke lachen. Maar ik vind wel dat het, wat dat betreft, de likes echt heel erg tegenvallen. Ik weet niet waar dat ligt. Want ook gewoon, dit soort commentaries moeten best wel gewoon, vind ik, gewaardeerd worden. Als die 3000 keer bekeken is, waarom zou je niet 750.000 likes kunnen hebben voor zoiets? Dat had ik eerst ook. Het is toch gewoon een normale commentary? Met een ACR misschien daar komt. Hier is hij. De volgende winnaar. Ik denk dat ik voor deze ga. Ik heb trouwens ook nog hier een extra brilletje, voor als ik niet zo goed kan zien. Bijvoorbeeld door mijn zonnebril. En dat is voor dubbel focus. Dan zie ik het wat beter. Nou, daar gaan we. Nou ja, dat is dingen richten. Ja, kijk. Dat was even spannend. Ik hield even mijn adem in, zagen jullie dat? Even kijken, wat hebben we hier? Dit is, het lopen gaat nog niet helemaal lekker. Het begint wel goed. Ik heb wel al een kill gemaakt. Dat is natuurlijk best wel lekker. En dan gaan we ermee door, hè. Dan gaan we lopen. Ah, kut. Job te vinden. Zoiets heet hij. Nou ja, goed. Maakt het niet uit allemaal.
Waar gaan we eens naartoe? Gaan eens even kijken. We maken heel veel die... De Jantje beton... Pleur toch op, man. Kun je even rustig normaal lopen hier? Nou, dan gaan we weer even lopen. Waar dan? De Jantje beton. Gebeurt er allemaal.